Hey, ik ben Julie van de Kerkhoven, plant-based chef, coach en auteur van onder andere het Ketoplan en Keto in 15 minuten Mediterraan, mijn nieuwste boek. En vandaag ga ik het tracteren op maar liefst 5 vegan superfood lattes met opgestoomde melk in de Philips Latte Go. Het zijn stuk voor stuk heerlijk romige drankjes, boordevol smaak, perfect om je dag vol energie te starten. En ik gebruik daarvoor het liefst de Philips Latte Go 5400, omdat die zo'n lekkere opgestoomde melk maakt. Het principe van elke latte is ook heel eenvoudig. We gaan gewoon onze melk mengen met de smaakmaker, dus bijvoorbeeld matcha poeder voor de matcha latte. Dan gaan we alles goed schudden in een bokaal. Wel, niet vergeten van je bokaal goed dicht te doen. En dan gaan we de melk gewoon opstomen in de latte go. Matcha is ideaal als je houdt van groene thee. En een heel goed alternatief voor gewone koffie. Want het geeft enorm veel energie. Onze matcha latte is al klaar. En een tweede superfood latte die je kan proberen is een golden milk chai latte. Heel verwarmend en pittig van smaak met onder andere kaneel, kurkuma, cardamom. Ik gebruik daarvoor het liefst deze golden chai collageen. Die is van marine oorsprong, dus niet vegan, maar je kan ook gewone chai kruiden gebruiken. En de derde is ideaal als je houdt van chocolademelk. Want het is een donkere chocolademelk met een lepeltje rauw cacaopoeder, heel puur van smaak. En als je wil, kan je er ook een lepeltje macapoeder aan toevoegen. Dat is geheel optioneel, maar ik vind het heel lekker. Qua smaak past het heel goed bij cacao. En het werkt vooral ondersteunend bij stress, vermoeidheid en hormonenbalans. En een vierde idee voor een superfood latte is deze, de makkiebes, of je kan ook bosbes gebruiken. Beide zijn vergelijkbaar van smaak en ze staan gekend als misschien wel de ultieme superfoods, omdat ze zo rijk zijn aan polyfenolen. Dat zijn heel bijzondere stofjes die je immuunsysteem ondersteunen en ook je huid langer jong houden. En dan de laatste, misschien wel mijn persoonlijke favoriet, is deze, rode bietenpoeder. En daarvan is wetenschappelijk bewezen dat als je veel beweegt, veel sport, dat het je lichaam ook helpt om sneller te recupereren na het sporten. Het heeft een heel zachte smaak, dus je hebt niet die typische aardesmaak van rode biet. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete superfood latte is. Dus laat hieronder zeker een berichtje na en geef de video een duimpje omhoog. En het zou me ook enorm helpen als je je abonneert op ons YouTube-kanaal. En als je benieuwd bent naar meer recepten in de Philips Latte Go, klik dan zeker op de link hieronder in de omschrijving voor een video met een speculoos latte macchiato en een brainfuel cappuccino. Tot de volgende!